Ik heb een andere knoop weer. De cape, of de Han-knoop, zoals die wordt genoemd. De maker ervan is Henry Hu. Alex Krasny heeft hem destijds, of heeft hem kort geleden ook gemaakt. Een hele leuke knoop. Hij lijkt op de E-Deity-knoop. Een zusje ervan, Merovingian-knoop wordt ook wel eens genoemd. Ik denk dat deze het beste zou opvallen als je twee kleuren stropdassen zou hebben, waarbij deze achterste een andere kleur zou hebben. Ja, die heb ik niet, dus ik moet het hiermee doen. Een dunne kraag gaat hier het beste bij, vond ik zelf. En dan valt hij het beste op. Dus geen bijzonder moeilijke knoop, maar wel eentje die weer opvalt. Je knoopt hem met het dunne gedeelte. Het brede gedeelte aan mijn linkerzijde, die heb ik al op iets lager dan navelhoogte, want het bijstaat ook niet heel veel te gebeuren. Ik ga met rechts over links, onderdoor en ga naar rechts toe. Vervolgens ga ik achterlangs, ga ik volledig naar de voorzijde toe, zodat ik hier mijn eerste horizontaal stukje krijg. En daarna ga ik hiermee achterlangs naar rechts. Dus krijg je hier deze lus. Nu ga ik achterlangs naar links toe. En in plaats van dat ik hier doorheen ga, ga ik hier bovenlangs doorheen. En zoals je kunt zien is dit de knoop al. Maar dan hangt dit stukje nog los. Dus wat je gaat krijgen is... Je hebt hier nou net deze lus hier gemaakt. Je haalt het kleine gedeelte door deze lus heen. Zo. En afhankelijk van hoe strak dat je hem wilt hebben, kun je dit nog wat aantrekken. Ik wil hem wat voller hebben, omdat ik een vrij open kraag boord heb. En wat je dan ziet is dus dat je een cape achter je stropdasknoop hebt. Hele leuke, eenvoudig, ja, eenvoudig, een hele leuke knoop. Ik ga er even voor zitten. Wat ik al zeg, twee kleuren valt hij het beste op, maar met deze doet hij het ook behoorlijk goed. Laat me weten wat je ervan vindt. Vind je deze video's leuk, dan abonneer je op de pagina of de YouTube pagina en ben benieuwd naar jullie reacties.